Goed. Dat is het dus. Ja. Na deze kleine technische storing kunnen we toch beginnen. Allemaal hartelijk welkom, commissieleden, mensen op de tribune van harte welkom. En de mensen thuis ook allemaal van harte welkom bij deze commissievergadering. Normaliter dan staat er in notibox aangegeven van wat er met de onderwerpen aan de hand is. Dat staat er deze keer niet in. En agenda punt 5, dat is ter besluitvorming voor de raad, dus hamerstuk of bespreekstuk. En agenda punt 6, landgoed Het Laar, dat is overleg met het college. Dit even ter verduidelijking. Ik neem aan dat er geen insprekers zijn. Er hebben zich geen mensen gemeld in ieder geval, dus dan hebben we dat ook gehad. De agenda, iemand over de volgorde van de agenda, niemand. Er zijn 2 punten ingediend voor de rondvraag, dus we hebben vanavond een rondvraag. Dan ga ik over naar agenda punt 4, vaststelling afsprakenlijst. Er zijn geen aanmerkingen opgemaakt, dus die is vastgesteld bij deze. En dan gaan we nu over tot de vennootschapsbelasting, uitvoering fase 3. Wie wil daarover het woord voeren? De heer Van der Mooren. Dank u wel, voorzitter. Vanavond, een maand later weer, hebben wij nu met elkaar iets te wisselen over de implementatiefase van de invoering van de vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen. Ik zal meteen maar beginnen met een vraag. Het kan zijn dat het aan ons ligt, maar we hebben nog steeds geen inventarisatierapport gezien, terwijl daar wel in de stuk ook sprake van is. De toezegging van de portefeuillehouder een maand geleden was dat er nu wel zou zijn. 2 dingen zouden er zijn nu. En het eerste is overzicht kosten die gemoeid zijn met de fase. En ik neem aan dat dat min of meer verwoord is in de aanvullende raadsbrief waar ik een stukje tegenkom. En waar waarschijnlijk onder op pagina 106 de cluster wat daar genoemd wordt, dat daar ook naar iets mee bedoeld wordt. En de tweede toezegging was wat ik net al noemde, die resultaten van rapportage tweede fase. De verklaring een maand geleden was dat de GRECS'en nog niet bekend waren. Maar het vreemde is dat nu staat in de stukken die we nu gekregen hebben, dat juist in het inventarisatierapport, nogmaals, dat we naar mijn idee niet gehad hebben, dat in dat inventarisatierapport is aangegeven dat de impact van die belastingplicht met betrekking tot grondbedrijf nog nader in kaart gebracht moet worden. Er is een apart werkspoor voor nodig. Met andere woorden, er wordt wel gesproken over de onderdelen zonder dat we de onderdelen kennen. Een maand geleden kon dat rapport dus nog niet worden geleverd. Vraagt natuurlijk. En nu wel dan? En waarom nu niet meegeleverd? Dat is de algemene vraag. Dan 2 expliciete vragen. Een aantal keren wordt de omvang van de BOH-formatie, die wordt genoemd als reden voor inhuur van derden. Zeg maar die 40.000. En zelfs wordt in 3 regels, wordt 2 maal het een en ander herhaald. Dan heb ik het over pagina 2, derde alinea. Als je dat leest, dan denk je van dat stuk is niet nagelezen voordat het de deur uit is gegaan. Maar waarom staat er dan wat verhullend genoemd, ook in diezelfde tekst, dat tevens, het gaat me om het woord tevens, de formatie niet toereikend is. Als dat er zo staat, dan is er dus ook nog een andere reden waarom er inhuur nodig is. Ik kan het wel raden, maar ik wil het graag horen van de portefeuillehouder. De portefeuillehouder gaf ook een maand geleden aan dat we koersen op 0 euro kosten. Daar gaan we op uit. En dan is onze vraag of er een risico-inventarisatie wordt gemaakt. En in hoeverre dat kan uitwijzen, in hoeverre die 0 ook een reële verwachting is. Sowieso zal zo'n risico-inventarisatie een standaardactiviteit moeten zijn, dunkt ons. Maar als je bedenkt in welke tijd we zitten en wat ons nog te wachten staat. Met andere woorden, het scherper, zoals de portefeuillehouder wel zegt, scherper aan de financiële wind varen. Dan is dat naar ons idee zeker een absolute noodzaak. Ik wil deze ronde afsluiten met een opmerking of met een advies, meneer de voorzitter. Om in te stemmen
met dat het begrotingstekort groeit in een tijd waarin ongeveer niks mogelijk is in Ommen. Dat is eigenlijk wel een beetje veel gevraagd, vinden wij. En het resultaat valt uiteraard niet te ontkomen, dat is ons ook wel duidelijk. Maar het lijkt ons een betere tekst om het laatste gedachtenstreepje, waarin we dat expliciet toestaan, om dat te laten vervallen. En op een andere plek dezelfde inhoud als een constatering mee te nemen. Dat het resultaat verandert daar niet door. En dus dat, ik bedoel met name dat ergens wordt gesteld dat 40.000 euro uitgegeven moet worden voor, constaterende dat dat dus betekent dat het een vergroting van het, een uitbreiding van het begrotingstekort oplevert. Dat lijkt ons, nogmaals, het is misschien een nuance, maar voor ons in ieder geval wat beter te verteren dan dat wij er uitdrukkelijk in toestemmen dat het tekort groeit. Het zou mogelijk een reden zijn voor later dit jaar een bepaald besluit te nemen. Dank u. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben een viertal vragen. Allereerst, en dat sluit aan wat de heer Van der Moor ook al aangaf. Er was ons een raadsbrief beloofd. En ik heb maandag zelf erachteraan moeten bellen om die raadsbrief dan uiteindelijk maandagmiddag te mogen ontvangen. Maar dat was niet de afspraak. Er heeft toch ruim de tijd tussen gezeten om die korte raadsbrief op te stellen, denken wij. Dan inhoudelijk, voorzitter. Tot nu toe zijn de uitkomsten dat er 6 clusters zijn die in aanmerking komen voor vennootschapsbelasting. Wij vragen ons wel af, in hoeverre is het nou zo bijzonder? Waarin verschillen wij met andere vergelijkbare gemeentes? Moeten wij echt die sessie helemaal alleen doen of kunnen we gewoon samen optrekken? En hebben we daar misschien ook helemaal geen bureautje voor nodig? Dus heel simpel, is dit nou zo verrassend? Hebben we daar nou zo'n hele moeilijke sessie voor moeten doorlopen? Ja, en dan, daar heeft de heer Van der Moor ook al naar verwezen. In 2015 hadden we al geen dekking voor de out-of-pocket kosten. En zoals nu is, of beter zoals het nu gesuggereerd wordt in de brief, betekent dat er een wederom een overschrijding is van budget. En dat, zoals de heer Van der Moor ook al aangaf, er is geen dekking voor. Als wij als raad een voorstel doen, dan wordt er altijd gevraagd van, hebben jullie een dekking? En het zou toch op zijn minst het college sieren, als zij iets vragen van de raad, dat ze dan ook met een dekking komen. Tot slot, voorzitter, wil ik graag van de portefeuille expliciet horen of na deze sessie met een extern bureau de BOH in staat is om deze problematiek van vennootschapsbelasting nu, maar ook in de toekomst, zelfstandig te kunnen uitvoeren zonder hulp van externen. Dat waren onze vragen, voorzitter. De heer Boerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik kan me hier gedeeltelijk wel bij aansluiten. In de eerste sessie hierover hebben we ook al vragen over gesteld. Fase 1 en 2 zijn afgerond, gaat nu om fase 3. Het gaat om dus het toepassen en het uitvoeren van fase 1 en 2. En dan gaat het om gesprekken met de Belastingdienst en te kijken waar, wat je nou wel precies moet doen. En voor die fase 3 moet dan 40.000 euro inderdaad uitgegeven worden. En dat moet dan door een extern bureau gedaan worden. Niet omdat de expertise niet in huis is, want dat wordt inderdaad 4 of 5 keer gezegd, die expertise is in huis. Alleen de informatie is ontoereikend. Nou, de vraag is dan, die ook al gesteld is, als je dan die 6 punten kijkt, wat is daar zo bijzonder aan dat er een extern bureau aan te pas moet komen en kan dat niet binnen de BOH? En als je dan ook nog een extern bureau neemt, wat begint met de naam Price, dan weet je wel waar je naartoe bent natuurlijk. Dus de vraag is gewoon, waarom kan dit niet binnen de BOH? Daar komt het eigenlijk neer. Want het is een behoorlijk fors bedrag. En inderdaad, in deze tijd is dat nauwelijks te verantwoorden. Dat waren de vragen. Mevrouw Lagas. Dank u wel, voorzitter. Om even op het laatste aan te sluiten. Ja, het is natuurlijk altijd, is het capaciteitprobleem, is het een probleem van mensen die de juiste expertise hebben om iets of iemand in te huren en de ingewikkeldheid van de materie. En als ik die tegen elkaar afzet en ik zet, en dan is dat wel een groot bedrag, 40.000 euro, maar als je van dat soort specialisten inhuurt, ben je er zo door. Dus dan vraag ik mij ook af, hoeveel werk zit daar dan aan en is dat niet wat makkelijker, en ik hoor die geluiden ook al aan mijn linkerzijde net, te verdisconteren in de eigen dienst. Met als de expertise wel aanwezig is om die in te zetten, lijkt me ook handig in het werken daarmee daarna.
En om eens te kijken of we in andere werkzaamheden die wat minder expertise vragen en die wel gedaan moeten worden. Maar we kennen allemaal de situatie dat mensen die genoeg in de mars hebben ook werk doen wat onder hun mars ligt. Om daar eens even naar te kijken. Of je daar niet in kunt schuiven. Dat zijn goedkopere uren. En bovendien prikkelt dat ook mensen die dat werk nog niet doen om weer zich te bekwamen in dat soort klussen. Kortom, als het zo specialistisch werk is, dan zijn het maar weinig uurtjes. Dus die vraag hebben wij ook. En wat wij ook nog als vraag hebben, die hebben we nog niet gehoord. We hebben er vorig jaar al uitgebreid met elkaar over gehad. En we verbazen ons eigenlijk een beetje over dat dit werk niet in beeld was voor de begroting. Hoe dat komt. Verder zijn de vragen al gesteld, voorzitter. De heer De Vries, Robles. Voorzitter, ik ga een argument wat ik volgens mij de vorige keer gezegd heb nog maar weer eens herhalen. Ik kan ook mevrouw Lagas ondersteunen. Kijk, 40.000 euro met een minimumuurtarief voor een assistent voor tax en advisering bij PwC, 175 euro per uur. Dat gaat dus nog niet om 180 uur. Ik heb de vorige keer de opmerking gemaakt. Was het niet veel verstandiger om voor 250.000 euro op jaarbasis met Hardenberg iemand in te huren? Dan krijg je namelijk 2.000 uur. Als je 188 uur nodig hebt, kan je uitrekenen dat je dan ongeveer 125 euro per uur kwijt bent. Ik heb dat argument de vorige keer ook gebruikt. We hadden dus veel beter, toen we constateerden dat we deze behoefte hadden, hadden we gewoon tijdelijk een specialist moeten inhuren voor een 3 maand, 4 maand. Dan hadden we dezelfde urenhoeveelheid gehad voor een veel lager tarief. Ik verbaas me er echt over dat we daar niet op een andere manier met elkaar over gesproken hebben. Natuurlijk gaat het om specialisme, natuurlijk gaat het om bijzondere kennis. En natuurlijk, deze gemeente wijkt niet af van andere gemeentes, maar het is toch kennis die je niet standaard in huis hebt. Want we waren immers niet vennootschapsplichtig, dus van een vennootschappelijke bejaarrekening en de vennootschappelijke aangifteplicht en de openingsbalans enzovoort hebben we niet zo vreselijk veel kaas gegeten. Nee, dat is in sommige takken van sport in de samenleving heel gebruikelijk, maar in gemeenteland niet. Dat zal iedereen moeten toegeven. Dat je dan specialisten nodig hebt, ook duidelijk. Maar dat het ook anders gekund had, dat is volgens mij ook volstrekt helder. En daar hadden we echt anders over kunnen nadenken. Nou, dan laten we zeggen, wie A moet zeggen, moet ook B zeggen, hè, zou ik haast willen zeggen. Je hebt het onderzoek gedaan, je moet de openingsbalans op een gegeven moment maken. Dus je moet ook de uitvoering tot het eind, zal ik maar zeggen, doorvoeren. Dus er is geen andere kans meer dan het op deze manier op te lossen. Dus het voorstel zal in ieder geval door ons goedgekeurd worden. De heer Middelkamp. Sorry voorzitter, hij was nog blauw en hij moet oranje zijn. Er zijn nogal wat vragen gesteld die ook op ons lijstje stonden. En we zullen ze niet herhalen en ook niet via een omweg anders aanvliegen. Maar er blijven toch nog wel een paar over. Los van het feit dat we graag vooraf willen zeggen dat we het tot nu toe een zeer betreurenswaardig traject vinden. Als je ziet wat er ligt. Als dit het resultaat is, 6 clusters. En we hebben vorig jaar 30.000 euro meer uitgegeven dan we hadden gedacht. En we gaan dit jaar ook nog eens een keertje 48.000 euro uitgeven. Want er is al, de 40 is genoemd, maar we hebben er al 8 besteed. Dus dat maakt samen 48. Dan lijkt het resultaat, als dit het is, nogmaals, lijkt nogal aan de magere kant. Als we dan kijken naar het resultaat, voorzitter, dan zien we een 6-tal clusters. En bij een aantal posten staat dat dat gebaseerd is op de inschattingen en de analyses van 2015. En een alinea later staat dat er nog maar eens bezien moet worden of na een actualisatieslag of in 2016 er nog steeds sprake van is. En dan wordt het helemaal een glijdend traject, waarbij dus zou kunnen gelden dat 1 of meer van die 6 clusters niet meer onder de belastingplicht zouden gelden. Maar als het zo onduidelijk en zo onzeker is, voorzitter, dan zou het ook kunnen zijn dat er zomaar een 7e of een 8e cluster zou kunnen bijkomen. Dus misschien dat u daar de risico's nog van kunt benoemen. Er heeft volgens mij nog niemand gevraagd waarom de overschrijding heeft plaatsgevonden. Want er is een calculatie, er is een projectvoorstel gedaan, daar hebben we met z'n allen ja tegen gezegd. En toch is het, terwijl 300 gemeentes onder begeleiding, in ons geval van Pricewaterhouse, allemaal hetzelfde soort werk doen, lukt het ons om vorig jaar 30.000 euro meer uit te geven dan we hadden voorzien. En dat is toch op zijn minst een toelichting en een analyse en een uitleg waardig wat ons betreft.
En tot slot, voorzitter, in de begroting van de gemeente Ommen is geraamd hoe hoog het bedrag aan af te dragen vennootschapsbelasting zal zijn. We hebben nu een inventarisatie gedaan, we hebben de clusters benoemd, we hebben alles redelijk goed in beeld. Kan de portefeuillehouder nou eens aangeven wat het resultaat is, als we nu zouden moeten afdragen, of we geven daar een prognose van, wat dan uiteindelijk het verschil is tussen wat we hadden geraamd aan af te dragen vennootschapsbelasting en wat nu de status is van al dit onderzoekwerk en al die dure euro's die we hebben uitgegeven. Voorzitter, voor de eerste termijn laten we het hier maar bij. Dit was het. Dank u. Mevrouw Makkega. Ja, voorzitter, onze vragen die we hebben, die sluiten eigenlijk aan bij punten die al benoemd zijn. Dat ging ons ook om die 6 clusters die er staan. Is het dat dan ook? Of kunnen we, nou wat de heer Middelkamp ook al aangeeft, het er 7 of 8 worden? Die 40.000 is inderdaad een pittig bedrag. Zit daar ook een terugkoppeling nog in door PwC op termijn? Hè? Dat je zegt, oké, het traject is afgerond, maar krijgen we daar dan ook nog inclusief een terugkoppeling? En als derde hadden we inderdaad die betreft de BOH. Het is onvoldoende menskracht op dit moment. Volgens ons ook onvoldoende expertise, dacht ik dat ik dat gelezen had. Maar zijn de mensen van de BOH nu ook meegenomen in het traject, zodat ze voor de volgende keer die expertise in huis hebben? Het woord is aan wethouder Scheuder. Eens kijken of die doet. Ja. Dank u wel, voorzitter. Er zijn heel veel vragen gesteld. Ik zal proberen zo goed als mogelijk die te beantwoorden. In algemene zin wil ik, dat heb ik de vorige keer denk ik ook wel gezegd, bij dit hele traject zeggen van ja, eigenlijk is het een hele grote exercitie en het kost ook heel veel geld. Eigenlijk om te bewerkstelligen dat je uiteindelijk niks hoeft te doen. Zo raar is het. Want in feite proberen we te voorkomen dat we vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Met andere woorden, een grote inspanning om uiteindelijk te komen tot nul. Dat is de inzet. We zitten net na de tweede fase en de heer Van der Moorden die zei terecht van goh, het inventarisatierapport is er. Waar is het? En kunnen we dat zien in feite? Antwoord is ja, het is er. En ja, u kunt het zien. Ik heb wel het ambtelijke, zeer nadrukkelijke advies gekregen en het college neemt dat over om dat inventarisatierapport voor u ter inzage te geven, omdat het een vertrouwelijk karakter heeft. En waarom is dat zo? Omdat dat basis is voor onderhandelingen met de Belastingdienst. Dus dit is in belang van Ommen om dat nu nog niet in de openbaarheid te hebben, na de onderhandeling van, met de Belastingdienst. En de daadwerkelijke gevolgtrekking in de begroting zijn die zaken natuurlijk die eronder liggen wel openbaar. Maar dat is de nadrukkelijke reden, meneer Van der Moeren, dat het rapport zelf niet bij de stukken zat en er alleen een brief was waarbij de 6 clusters werden genoemd. Tweede punt is van goh, de kosten die zijn dus in deze brief vermoord. Is dat het? Antwoord. Voor zover wij dat nu weten, ja. Maar zitten er nog een aantal hiccups? En u noemde er eentje, het grondbedrijf, hoe zit dat? Nou, eerder hebben wij ook al in dit proces gezegd van ja, goh, als het gaat om vennootschapsbelasting en we zien de situatie van het grondbedrijf, dan zijn gemeenten in een hele bijzondere positie geplaatst. Wij worden wettelijk en ook door de accountants gedwongen heel scherp naar de waarde te kijken en waar dat nodig is om ook af te waarderen. Dat gaat om vele miljoenen guldens, nou om en beter van alles af. Om dan vervolgens na een aantal jaren, als er uitgifte is en winst gemaakt wordt, dan kun je vennootschapsbelasting betalen. Dat is een keihard wettelijk gegeven, maar dat is dus wel een hele vreselijke. Natuurlijk is hier landelijk ook de aandacht voor gevraagd, maar het is een feit. Fors Hans, op dit moment, waar nu het grondbedrijf staat, is dat nog niet aan de orde. Waarom? Omdat wij onze grondexploitatie zowel in onderroepelijke fase hebben. De bestemmingsplannen zijn onderroepelijk. De uitgifte, dat komt allemaal nog. Dan had de heer Van der Moor de vraag naar de BOH. Hoe zit dat nou eigenlijk? Omvang, specialisatie. Nou, dat is in feite een simpel verhaal. We hebben 1 functionaris voor de hele BOH, dus zowel voor de BOH zelf als voor Hardenberg, als voor Ommen, die hier specialist in is. Die is bezig met een batterij aan BTW-constructies. En dat is lopend werk en dat is echt
volle taak. Deze taak kwam er overheen. En ja, dan kun je inderdaad verkiezen, ik kom straks nog op het punt van de heer De Vries Robles, om iemand aan te nemen. Je kunt ook zeggen van goh, huur iemand in die er verstand van heeft en die het vaker gedaan heeft. Dan kom je helaas wel in de gespecialiseerde hoek. En dat is niet de goedkope hoek. Ik kom straks nog even over het precies uit. En dat is in feite het verhaal. Als gezegd, wij koersen inderdaad op 0 euro. Maar natuurlijk hebben wij een voorlopige risicoschatting gemaakt. En dat is een voorlopige risicoschatting, omdat de gesprekken met de Belastingdienst nog moeten plaatsvinden. Maar zoals de heer Middelkamp terecht ook al zei, op basis van die voorlopige risico-inschatting hebben we al wel in de begroting een bedrag van 45.000 euro opgenomen. Op zichzelf genomen, wat ik er ambtelijk uit terug hoor, is dat geen gek bedrag. We denken dat we het ermee kunnen doen, maar ik kan helaas dus niet vooruitlopen op dat gesprek met de Belastingdienst. Dan de verwoording van het verhaal van de dekking. Ja, dat is een kwestie van smaak. Natuurlijk, zeg maar, ik kom straks op het punt van de heer Bongers, moet je aangeven wat de gevolgen zijn van deze overschrijding. Uw tekst, meneer Van der Moor, klopt op voorhand. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, hè, en dat moeten we ook niet mooier maken dan het is. Het is gewoon een plus op het tekort wat er al is, helaas. Dan de heer Bongers. Excuus voor de late zending van de raadsbrief. Dat trek ik mezelf aan, want ik had daar een andere toezegging op gedaan. Dat hopen we in de toekomst te verbeteren. Als het gaat om de zes clusters. Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu als de wiede weerga toegaan naar het opstellen van de beginbalans. Die moet echt per 1 januari gewoon staan. Die moet staan als een huis. En dat is de reden waarom we daar nu gewoon ook vaart op willen maken. U zegt terecht van goh, college, je moet ook zelf nadenken over dekking. Dat is ook zo. We stellen wel vast dat dit proces zeer... niet alleen ingewikkeld is, maar ook heel dynamisch. Kijk, er is terecht gezegd van, goh, is dit het nu? Want er zijn ontwikkelingen. Wij kunnen niet steeds, op voorhand inschatten wat het werk is. Waarom niet? Omdat de ontwikkelingen zowel landelijk zijn, die je niet helemaal kunt voorspellen en die wel repercussies hebben op je eigen werk, als dat je zelf besluiten neemt die gevolgen kunnen hebben op. Wij denken, en wij kunnen denk ik dat ook wel met recht en reden zeggen, dat dit typisch een uitgave is die past binnen de drie O's die we ook in onze gemeente hebben. Terecht dat u vraagt van goh, de BOH, hè, maar dan moet het ook wel zodanig worden vormgegoten dat voor de toekomst de BOH kan oppakken. En daar is natuurlijk ook voor gekozen. Dat was ook de vraag van de heer Moerman natuurlijk indirect. In eerste instantie hebben we natuurlijk getracht om het in de BOH-verband te doen. Maar als gezegd, we hebben er maar één specialist op. Maar natuurlijk hebben wij wel bewerkstelligd dat voor de toekomst BOH, Ommen en Hardenberg hiermee gediend is. Mevrouw Legasse zei volstrekt terecht dat 40.000 euro voor dit type specialistisch werk, als het allemaal zelf zouden doen, is zeer weinig. Dat is ook zo. Er is dus ook voor gekozen om de specialist ook datgene te doen wat echt specialistisch werk is. Er is heel veel hands-on werk wat binnen de organisatie gedaan. We maken een beginbalans. Dus binnen de financiële afdeling zijn de mensen gewoon bezig om te helpen natuurlijk. Maar wel onder goede aansturing en goed gestuurd door de specialist. En overigens, de 40.000 is alleen de laatste fase. We hebben al eerder het nodige aan geld uitgegeven. Dan de heer De Vries Lobres. Ja, we hebben eerder inderdaad over gehad. Kun je iemand dan voor een jaar inhuren? Of doe je het op deze basis? Per saldo had het denk ik in geld niets uitgemaakt. Die rekensom durf ik wel aan. Maar uw punt van, en dat is meer algemeen punt, van besef. Als je weer zo'n extra taak krijgt van dat een kosten kan zijn, die neem ik graag mee. Want dat moet wel steeds een afweging zijn. En ik wil wel bekennen dat die afweging eerder niet gemaakt is. Die eerlijkheid wil ik wel doen. De heer Middelkamp. Ja, het betreurenswaardige resultaat. Ja, dat streven we na. Zo raar is het.
Dus we proberen zeg maar, juist door veel de zaak goed op te schrijven, zo weinig mogelijk aan vennootschapsbelasting te hebben. En ja, helaas moet je dus breed beginnen. Je moet de hele begroting doorkammen. Je moet naar alle activiteiten kijken. En je moet kijken van, goh, wat is potentieel vennootschapsplichtig. En dat is gewoon in tranches is dat duidelijk geworden. En gelukkig is het resultaat in dit geval beperkt tot 6. Waarbij, als gezegd, wij nog niet helemaal kunnen instaan op de landelijke ontwikkeling. Want als zeg maar landelijk er een nieuwe ontwikkeling is die gevolgen heeft voor de gemeente, die vennootschapsplichtig is, dan komen we daarvoor in aanmerking. Voor Hans, met de kennis die we nu hebben, zijn er deze 6 en daar houden we het bij. Als gezegd, de inschatting van 45.000, daar heb ik dacht ik al iets over gezegd. Maar nogmaals, dat is een eerste voorlopige schatting. De gesprekken met de Belastingdienst die gaan nu komen. En ik zal u uiteraard snel informeren over het uiteindelijke resultaat. Mevrouw Makkega vroeg ook nog de aandacht voor zeg maar de toekomst. Hè. Het moet goed vervat worden in de BOH, natuurlijk voor de toekomst. Zodat we niet over een paar jaar wederom externe expertise moeten inhuren. En dat is denk ik wel gewaarborgd. Voorzitter, tot zover. Wanneer ligt het rapport ter inzage bij de griffie? Morgen. Wie voor de tweede ronde? De heer Van der Mooren. Dank u wel, meneer voorzitter. Dank in ieder geval aan de wethouder voor de beantwoording. En ik kan met die antwoorden ook wel uit de voeten. Wat ik mij wel afvraag is waarom we nu informatie horen die voor een deel dan wel op details betrekking heeft. Een detailinformatie vind ik bijvoorbeeld dat bij nader inzien het inventarisatierapport een vertrouwelijk karakter draagt. Maar waarom nu niet even klip en klaar, als ik vind dat de wethouder heeft geantwoord, dat in de stukken naar voren komt? Dat bespaart mij in ieder geval een heel wat opmerkingen. De opmerkingen zijn die ik net maakte in de eerste ronde zijn op zich niet allemaal even zwaar van aard, maar bemoeilijken wel het tot je nemen van het hele proces wat hier staat. En dan vind ik het eerlijk gezegd, ja, ik gebruik het woord toch, een aanfluiting voor de kwaliteit van de rapportage, dat de wethouder een toelichting moet geven op wat hier staat. Want wat u zegt, is mij duidelijk, is ook, dat levert een lijn op. Als ik hier, en dat is misschien iets onnozels, maar lees in een passage de formatie van de fiscale medewerkers in de bestuursdienst op dit moment niet toereikend om de extra taken uit te voeren. Met andere woorden, de formatie is dan te klein. Zegt misschien ook iets over, en dat bedoel ik niet negatief, de kwaliteit. Als dan vervolgens staat om deze extra taak uit te voeren, is het dan ook noodzakelijk om derden in te huren. Dat kan ik ook nog volgen. Dat is dan ook mede voor de inhuur van derden in verband met ontoereikende informatie. Dan denk ik van, wie heeft hier zitten slapen bij het opstellen van dit soort stukken? Met andere woorden, is mijn belangrijke kritiek ook van, let alstublieft op als college voor de kwaliteit van de stukken. Een heldere lijn, en dat bespaart u ook tijd in de commissie. Dank u. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook dank aan de wethouder voor de beantwoording. Ik sluit me wel aan bij de heer Van der Moor dat als wij als raad, als wij informatie toegezonden krijgen, waar we al om hebben moeten vragen, maar als dan ook nog vervolgens blijkt dat er een deel van de informatie vertrouwelijk is, wat kan, prima, maar zeg dat dan even, stuur dan eventjes, jongens, er is meer informatie, die is vertrouwelijk, die kun je op die manier inzien. Dat maakt het leven van de raad ook iets gemakkelijker. Voorzitter, volgens mij heb ik op één vraag, inhoudelijke vraag, niet echt een antwoord gehad. Er zijn 6 clusters geconstateerd waarvoor wellicht vennootschapsbelasting, nou die voor vennootschapsbelasting in aanmerking komen. Nou, dat is niet zo heel verrassend. Eentje kon je van tevoren al bedenken, dat is het grondbedrijf. Blijven er nog 5 over. Nou, als we kijken welke 5 dat zijn ook niet zo verrassend. Dan blijft mijn vraag, en dat hebben wij ook al eerder gesteld, had dat niet bijvoorbeeld in VNG-verband of in IJsselvechtverband of in met Dalsen, daar hadden we misschien de kosten kunnen delen of in ieder geval expertise kunnen opbouwen. Want zo verrassend is het allemaal niet, voorzitter. Dank u wel. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we hadden een vraag over de overschrijding tot nu toe van 30.000 euro. Wat daar de reden van is. En de portefeuillehouder heeft al aangegeven dat er heel veel onderzocht moest worden. Maar dan zou het kunnen zijn dat we
bij nader inzien nog veel meer moesten onderzoeken dan dat we al wisten. Maar dat is onwaarschijnlijk. Hè. Waarschijnlijk wisten we precies wat we moesten zoeken en hebben we daarop gecalculeerd. Dus nogmaals de vraag, wat nou de oorzaak is dat we tot nu toe, hè, los van het feit dat er nog 40 bij moet, tot nu toe 30.000 euro meer hebben moeten besteden dan dat we hebben gedaan. Dan voorzitter, die 45.000 euro, dat wisten we, hè, dat staat ook in de begroting. Dat was ook niet de vraag van hoe groot is dat bedrag. De vraag is, er is een bedrag begroot, zijn de 45.000 euro. We hebben een inventarisatie gedaan, zijn de 6 clusters. Die clusters die genereren op de een of andere manier de noodzaak om VPB af te dragen. En wat is daar nou de raming van, de calculatie? En komt dat in de buurt van die 45? Of zit het daarboven, zit het daaronder? Of nog beter, komen we op nul uit? Want dat was uiteindelijk de doelstelling. En dan een vraag nog even over de kosten die u bij mij triggerde door een antwoord wat u ergens onderweg gaf. Kijk, het is misschien helemaal niet zo erg als we met elkaar 70, 80, 90.000 euro uitgeven, als dat uiteindelijk tonnen zou opleveren. Hè, je zou kunnen zeggen, de kost gaat voor de baat uit. Hè, door deze inspanning te doen, zorgen we ervoor of streven we ernaar om op nul uit te komen. Nou, dat is hartstikke goed. Maar kunnen we dit eens omdraaien, voorzitter, en daarom de vraag aan de portefeuillehouder. Kunt u ons laten weten hoeveel we nou dan hebben bespaard door deze inspanning te doen? We hebben een analyse gedaan, 6 clusters. En als we dit nou niet hadden gedaan, wat hadden we dan moeten afdragen? En dan hoop ik dat we op tonnen uit zouden komen. Maar door dit bedrag en de bedragen die we tot nu toe hebben uitgegeven, die we nog te gaan hebben, uit te geven, besparen we uiteindelijk voor de gemeente Ommen die tonnen ten opzichte van het bedrag wat we uitgeven. En dan springen we de missie nog wel goed uit en dan gaat de kost voor de baat uit. Misschien dat in die context de portefeuillehouder ook nog wat licht op de zaak kan laten schijnen, voorzitter. Dank u wel. Het woord is aan de wethouder. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst het punt van de heer Van der Mooren natuurlijk genoteerd. En dat zal ik ook zeker meenemen in het college. De heer Bongers, ja, inderdaad, u had nog, die vraag had ik nog niet beantwoord. Hoe zit het nou eigenlijk met eventueel gezamenlijkheid in VNG-verband? Want de items zijn misschien dan niet eens erg zo spannend. Het punt is dat voor een beginbalans moet je precies zijn. Ik zal het één voorbeeld geven. Een van de opmerkelijke resultaten is begraafplaatsen. Maar begraafplaatsen is niet een item als zodanig. Het maakt nogal wat uit van welke begraafplaats, in welke eigendomsrelatie, met welke activiteiten, enzovoort, enzovoort. Dus je komt toch al heel snel uit op toch een bijzonderheid. En je moet naar je beginbalans, moet je dus je eigenstandige beschrijving hebben. En dat is de reden om het ook toch helaas het in eigen hand te moeten nemen. Dan de heer Middelkamp. Ik snap uw vraag van de overschrijding. Kijk, we hebben het in drie fasen gedaan. We hebben gezegd, eerst een verkenning, eerste proeven, eerste fase. Dan de echte daadwerkelijke verkenning. En ja, uit die proeven hebben we geleerd dat er misschien iets meer te doen is in de tweede fase dan we eerst dachten. Waarbij we in de tweede fase nu de resultaten hebben, zodat we nu een planning kunnen maken voor de derde fase. Maar ik snap uw punt. En ik zeg u toe dat we even de kosten, eerste, tweede, derde fase, zoals begroot en zoals uiteindelijk gerealiseerd, netjes voor u op een rij zullen zetten. Dan heeft u ook dat inzicht. Dan uw vraag van die 45.000. Kunt u al een eerste inschatting maken? Nou, dat is natuurlijk heel lastig, omdat we de gesprekken met de Belastingdienst te gaan hebben. Maar het is inderdaad zo dat de voorzichtige schatting met deze clusters, dat we in de orde van grootte van dat bedrag uit zouden gaan komen. Maar nogmaals, de gesprekken met de Belastingdienst komen nog. Uw laatste vraag vond ik het meest spannende. Wat hebben we hier nou eigenlijk door bespaard? Ik vind dat wel een hele goeie eigenlijk. Want natuurlijk gaan we dat ook terugleggen. Ik weet in ieder geval dat als je niks gedaan had, dat je in ieder geval een heel zwaar traject met de Belastingdienst zou hebben gehad. En dat betekent, nog even los van de financiële uitkomsten, die waarschijnlijk hoger is dan je met het goed opschrijven zou hebben bespaard. Dat doe je altijd. Als je dingen goed opschrijft, dan bespaar je dat toch wel. Maar vooral dat hele ingewikkelde, zware proces, dat voorkom je dan wel. Maar op het moment dat je het nu goed doet, met de belastinginspecteur gewoon goede afspraken maken, zo is het, dan voorkomt dat de komende jaren dat je constant zit te emmeren over en weer met alle ambtelijke tijd die dat kost. En dat kost toch ook. En ik denk dat dat misschien wel de allergrootste besparing is die we doen.
Tot zover, voorzitter. Moet dit als bespreekstuk of als hamerstuk naar de raad? Voorzitter, LPO wil graag bespreekstuk. Dan is het een bespreekstuk. Zo zijn de regels. Dan gaan we over naar het volgende agendapunt, het LAAR. En, dat is consultatie door het college. Alleen nou is het mij niet helemaal helder wat er nou eigenlijk gevraagd wordt. Wordt er nou gevraagd om een mandaat of wordt er gevraagd om het vaststellen van randvoorwaarden? Dus ik zou de wethouder willen verzoeken om dat even te verduidelijken. Voorzitter, dank u wel. Er wordt gevraagd om binnen de randvoorwaarden en de piketpalen zoals ze in de notitie zijn neergelegd, gesprekken te mogen aangaan met eventuele gegadigden om samen met de gemeente een stichting op te richten ter borging van het cultureel erfgoed, huizen en landgoed, het LAAR. En al die gesprekken zullen steeds plaatsvinden onder voorbehoud goedkeuring raad. Wie wenst hierover het woord? De heer De Ruiter. Dank u wel, voorzitter. Ook dank u wel voor het stellen van de vraag aan de portefeuillehouder. Want dat werpt inderdaad wel een ander licht op de zaak. In de eerste plaats jagen wij als VVD-fractie het voornemen toe om het in een stichtingsvorm te brengen. Al was het alleen maar om onduidelijkheden over een eventuele verkoop voor goed de wereld uit te helpen, voor zover daar al serieus sprake van was. Evenwel levert er wel wat vragen op. En de eerste is dan mede gezien het opmerking van de portefeuillehouder zojuist, is een taaltechnische. Namelijk, de raadscommissie adviseert het college en dan punt 1, de gesprekken met, dan zou dan moeten staan, een initiatiefnemer aan te gaan. Deze zin veronderstelt dat er al één is en één blijft. Maar dat is wellicht een taaltechnisch puntje. De andere vraag die we hebben, eigenlijk is die samen te vatten, of staat die in die ene notitie, die misschien wel de belangrijkste is van het hele stuk, te vinden onder het kopje financiën. Daar staan een drietal zinnen. Ik heb ze een paar keer gelezen, maar echt wijzer word ik er niet van. Dat kan aan mij liggen, maar ik wil de portefeuillehouder verzoeken daar een toelichting op te geven. Wellicht met een voorbeeld. Tot zover onze vragen. Dank u wel. De heer Mors. Goeie knoppen hier indrukken. Even terugkomend op de vorige bespreking over het LAAR. En uiteraard realiseert D66 zich dat het LAAR een bijzondere functie heeft voor Ommen en de Ommenaren. En we staan er dus ook helemaal achter als het LAAR als geheel, dus als totaal landgoed, behouden blijft. Uiteraard, we hebben er al eerder over gesproken en we hebben onze mening al gegeven. Het landgoed kan worden ondergebracht in een stichting, maar uitdrukkelijk ook als randvoorwaarde daarbij dat ook de gemeente daarbij vertegenwoordigd is. En eigenlijk ook als met een meerderheidsbelang, zodat we ook te alle tijden als er wat verandert, goedkeuring van de raad van de gemeente Ommen daarbij nodig hebben. En wat ons betreft is het realiseren van de verkoopopbrengst ondergeschikt aan het doel om het landgoed voor de toekomst te behouden voor de gemeenschap van Ommen. En de mogelijkheid van onderhandelingen zullen aangeven wat op dat moment het beste te realiseren is. Wij doen daar op dit moment even geen uitspraak over. Dank u. De heer De Jonge. Hij is geel. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de mening van de VOV-fractie, die kent iedereen. Wat ons betreft blijft Huis het LAAR ondergebracht en blijft bij in de bezit van de gemeente. Maar voorzitter, wij hebben toch ook, en ook met name van wat ik net vanuit de VVD-fractie hoor, toch wel een aantal vragen. En, want ooit als we zeg maar teruggaan
naar de basis, dan is de basis verkoop van gemeentelijke eigendommen. Daar hebben we het met z'n allen over gehad. En zelfs vanuit de VVD-fractie kwam toen de tijd het idee om Huis het Laat te verkopen. Dus ik begrijp nu van de fractie van de VVD dat zij daar nu van afziet. Maar toch, voorzitter, heb ik daar een aantal vragen over. Want als je zeg maar een beetje terugkijkt, ook naar de stukken die wij voor hebben gekregen een aantal keren. En het afhaken van de heer Zandbergen in deze. Wil ik hier toch wel wat helderheid in hebben. Want ja, het lijkt erop dat er toch een beetje gewiekst wordt gesproken en geschreven over dit onderwerp. Voorzitter, als ik het goed gelezen heb, vraag aan de portefeuillehouder. Betekent het onderbrengen in een stichting dat degene die de stichting beheert, dat die de taxatiewaarde dan wel een bedrag moet betalen, het landgoed koopt, dan wel overneemt. Is dat correct? Voorzitter, en als dat zo is, is dat geld dan bedoeld om dat in algemene middelen te stoppen en het verlies van de gemeente Ommen in wat positiever te brengen dan het nu al is? Dus de gaten in de begroting te vullen. En voorzitter, want ik heb ook gelezen dat er een bedrag wordt gesproken van een boekwaarde van 382.000 euro. Kan de portefeuillehouder uitleggen van of die 382.000 euro de taxatiewaarde is of de boekwaarde die dan eventueel die stichting moet betalen? En voorzitter, ik ben ook wel heel benieuwd van wat dan de taxatiewaarde en... ik meende wat te horen, maar... Voorzitter, is dat de... Wat was de taxatiewaarde in de tijd dat er onderhandeld werd met de heer Van Zandbergen? Hè, zit daar verschil in? Even kijken hoor, want... voorzitter, waar ik ook heel nieuwsgierig ben, want de basis is in mijn optiek, en als het niet zo is, hoort het graag van de portefeuillehouder, het verkopen dan wel onderbrengen van Huis het Laat in de stichting was om te voorkomen dat wij opgezadeld werden met groot onderhoud. Ik heb het ook al schriftelijk gevraagd, ik heb het nog niet inzichtelijk gekregen, maar kan ik inzichtelijk kijken van wat de begroot is voor het groot onderhoud en wanneer het laatste groot onderhoud gepleegd is. Want ik heb vanuit de ambtelijke organisatie te horen gekregen dat er 3 ton in een potje zit om die onderhoud te betalen. Dus is dat de nut en de noodzaak? Even kijken, daar hou ik het even bij in eerste termijn, voorzitter. Mevrouw Makkinga. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben als CDA dit stuk gelezen en we vinden in ieder geval dat het een goede toelichting geeft op de stand van zaken op dit moment. En ook in welke richting gedacht wordt. En dank inderdaad voor de vraag die u net als voorzitter ook stelde aan de portefeuillehouder. Want wij hebben het ook echt gelezen als zijn van onder de genoemde voorwaarden en uitgangspunten te verkennen of inderdaad derden willen participeren in een mogelijk op te richten stichting. Maar we hebben daar nog wel een aantal vragen bij. In ieder geval, de eerste vraag, dat gaat ook over dat onderbrengen in een stichting. Dat wordt dan aangegeven als zijnde, nou, dat is de beste mogelijkheid, of de beste optie. Zijn er ook nog andere alternatieven aan bod gekomen in het voorbereiden van dit stuk? Is daar onderzoek gedaan naar andere scenario's? Dat is één vraag. Een tweede vraag die wij hebben is, er wordt gesproken over derden die in een op te richten stichting participeren. Hoe moeten we dat derden lezen? Gaat het dan om één persoon? Gaat het om meerdere personen? Gaat het om een stichting? Een andere stichting die hier bijvoorbeeld belangstelling voor heeft? Dus daar zou ik graag een toelichting op willen hebben. En een derde, die hangt hier wel wat mee samen, want er werd net ook al gezegd, Ommenaren hechten veel waarde aan het Laar, zijn gehecht aan het Laar. Dat ben ik als Ommenaar ook zeker. Maar wat ik mis in de notitie is of en op welke wijze Ommenaren kunnen participeren in een mogelijke stichting. Bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatieve stichting. Hoe denkt het college daarover? Daar ben ik eigenlijk nog wel benieuwd naar. En is er in de plannen die tot nu toe, in de plannen zoals die er nu voor liggen, is er ook al contact geweest met de huidige huurders daarover en de andere betrokkenen? En hoe staan zij hierin? Hebt u daar al met hen over gesproken? En op pagina 13 van het stuk, daar staan de randvoorwaarden benoemd, 1 tot en met 7. En is dit te lezen als een totale set van randvoorwaarden of zit er ook nog een bepaalde weging in die randvoorwaarden? Dat is een vraag. En
als het nou om de randvoorwaarden gaat, in ieder geval de zeggenschap van de gemeente die in het geheel, dat we dat blijven houden, vinden wij in ieder geval een zekere, een heel belangrijke. En op pagina 15 staat het profiel van een gegadigde aangegeven. En daar staan nogal wat opties bij, van het moet hier aan voldoen, daar aan voldoen. Dat brengt ons wel op de vraag van, is er al wat zicht op, op iemand of meerdere die belangstelling hebben? En hoe groot is de kans van slagen? Hoe groot acht het college dat? En tot slot, voorzitter, van in het stuk staan een aantal processtappen aangegeven. Ik zou het plezierig vinden om daar nog wat nadere toelichting op te krijgen van wat voor vervolgstappen ziet het college echt, of wil het college gaan zetten. En op welke termijn kan de raad mogelijk informatie verwachten, een terugkoppeling verwachten. Dat waren ze, voorzitter, tot zover. De fractie van de ChristenUnie. Ik heb nog één vraag over van het rijtje wat ik had. Die ga ik dan ook maar stellen. Op pagina 8 staat voor de komende 10 jaar staan geen gebouwgebonden groot onderhoud / reparaties gepland. Dat ze niet gepland staan wil niet zeggen dat ze niet nodig zijn. Zijn ze altijd niet nodig, is de vraag. Dat was de heer Veuring van de ChristenUnie en nu de heer Bongers van de LPO. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De LPO vraagt zich in dit verband af of het wel opportun is om dit project voor te zetten. Er was tot nu toe één serieuze kandidaat, die heeft zich teruggetrokken. En wij vragen ons echt serieus af, heeft dit project nu echt zoveel prioriteit? Moeten we hier nu tijd, geld en energie in steken? Er is wel een inventarisatie gedaan van ja, tot nu toe heeft het niet veel gekost. Maar er zit toch een hele ambtelijke organisatie op die daar vanavond over meeschrijft en kijkt wat het allemaal betekent. Wij denken dat je die capaciteit beter kunt inzetten voor andere projecten. We hebben zojuist de vennootschapsbelasting behandeld. Dat was een tekort aan capaciteit. Ik denk dat er nog genoeg kwaliteit binnen de BOH is die we dan beter op gerichte projecten in kunnen zetten dan in Mission Impossible. En als het dat punt kaart de heer Veuring ook al aan. Als er onderhoud noodzakelijk is, gepland onderhoud, dan moeten we daarvoor gaan reserveren. Zoals we dat voor elk gebouw moeten en waarom niet voor het laar. En dat gebouw moet er gewoon tiptop uitzien en daar moeten we gewoon als gemeenschap geld voor reserveren en op de tijd goed onderhouden. Dus niet de tafel zilver verkopen, maar wel het gebouw goed onderhouden. Dat is onze inzet en daar zult u mee moeten doen. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb geen vragen, maar ik wil graag reageren op de vraag van de wethouder, want daar gaat het volgens mij in dit verband om. Die vroeg, is het raadzaam om het onderbrengen in de stichting? Wat de Partij van de Arbeid betreft, ja, absoluut. Waar het om gaat, is de voorwaarden bij inbreng in de stichting. En waar het om gaat, is waar de uiteindelijke regie blijft. En die moet bij de gemeente blijven, wat ons betreft. Ja, verkoop van het laar, ja, wat de Partij van de Arbeid betreft, is er nooit sprake van geweest en zal er ook geen sprake van zijn. En die samenvatting van de voorwaarden inbrengen, die kunnen wij volledig onderschrijven. Mede ook respect voor de huidige huurders. En als het gaat om de plussen en de minnen, de kosten en de baten, dan staat er inderdaad wel volgens mij een post voor het reguliere onderhoud. Maar er staat geen post voor, of er staat wel een bedrag genoemd ergens volgens mij voor een grootscheepsrenovatie. Want die is al een keer in onderzoek geweest en volgens mij stond daar een bedrag van €550.000 genoemd voor grootscheepsrenovatie. En die zal er wel een keer aankomen. Dus kort gezegd, onderbrengen in de stichting, ja. Uiteindelijke regie blijft bij de gemeente met respect voor de huurders en openstelling publiek. En wat dies meer zei wat hier in de samenvatting staat. Dit was het, voorzitter. Het woord is aan wethouder de Keurst. Voorzitter, dank u wel. Ik begin bij de heer De Ruiter. Dank voor het toejuichen van het voornemen. En er is inderdaad geen sprake van verkoop. Wat wij proberen is langdurig het goed wegzetten van het cultureel erfgoed, zowel huis als landgoed, het laar. Ten aanzien van de financiën hebben we een opsomming gemaakt in de notitie. Wat is de boekwaarde? Wat is de worstwaarde? Taxatiewaarde weten we niet, want we hebben het nooit laten taxeren. De worstwaarde weten we, en dan kijk ik ook even naar meneer De Jonge, dat is 2,6 miljoen, staat gewoon in de stukken. Getaxeerd hebben we het nog niet, want het zou best kunnen dat wanneer een rentmeester langskomt, dat hij hem hoger taxeert. Alleen dat is niet het uitgangspunt. Het uitgangspunt is, als u de notitie goed leest, dat hoe meer een derde partij, en het
kan een gegadigde zijn die ervaring heeft met het restaureren van landgoederen, dat een derde partij, maar kan ook een stichting zijn die daar ervaring mee heeft. Hoe meer die inbrengt, hoe meer zeggenschap die geeft. En ik beluister bij een aantal van u dat u tenminste wilt garanderen dat de gemeente 51% zeggenschap houdt in die stichting. Als dat een breed gedragen gevoel is, dan zal dat een van de randvoorwaarden moeten zijn. En dat is nu juist de reden van dat wij u vragen van geef ons mee wat de randvoorwaarden zijn, de piketpalen. Dan kunnen we daarmee naar gegadigden toe gaan om dat voor te leggen. Want jullie krijgen, ongeacht het bedrag wat je inbrengt, wij brengen een prachtig in, een kroonjuwel. En die is inderdaad een tafelzilver. Wij brengen een kroonjuwel in en dat heeft een bepaalde waarde. Degene die medezeggenschap, mederegie wil voeren over het landgoed en het huis, die zal daar een prijs voor moeten betalen. En dat zal tenminste moeten zijn die 323.000 euro, want dat is het restant van wat de gemeente er eind vorige eeuw heeft ingestopt. De gemeente heeft samen met de provincie 1 miljoen gulden, elk 1 miljoen gulden. Dat is à fond perdu erin gestopt. En dat schrijf je meerjarig af. Wat er nu nog staat is 323. Op het moment dat wij het over laten gaan naar een stichting, dat zou de gemeente zelfstandig kunnen doen, moeten wij dat afboeken. Ja, ik kan mijn collega wel aankijken en dan kan ik hem tot morgen vroeg aankijken, maar die 323.000 euro krijgt hij niet boven tafel. En ik ook niet. Dus een derde partij hebben we nodig om een stichting op te richten om sowieso die 323.000 euro te verdisconteren in onze boeken. Daarnaast hebt u kunnen lezen, en u krijgt van mij de cijfers, meneer De Jonge, dat wij meerjarig... Het kleine onderhoud, dat is 1 keer met de kwasten en 1 keer groot schilderen, dat kunnen we voor elkaar boksen. Dat is iets meer dan 300.000 euro en die pot voor dat onderhoud, hoofdzakelijk schilderwerk, wordt gevoed vanuit de huuropbrengsten. Maar wat er niet in zit, en dat hebt u ook kunnen lezen, dat is vakkundig restaureren en het vervangen van bijvoorbeeld elektriciteit, waterleiding en het up-to-date brengen van de verwarmingsinstallatie. Dat zit er niet in. En dan kun je met gouden kranen gaan werken, maar je kunt het ook wat neutraal kijken, plus en min, maar je komt in de buurt van 500.000. Dat betekent dus dat je of je gaat er nu voor reserveren, of je doet net als de vorige keer, à fond perdu betalen op het moment dat het aan bod komt. Wanneer weten we niet. Het ligt er ook aan welke kwaliteitseisen je zelf stelt, maar als het bij elkaar komt, dat je en de elektriciteits- en de waterleiding en je warmtevoorziening en ook je dak moet gaan vervangen, dan moet je dat in 1 keer ophoesten. En ik kan niet voorzien wanneer dat zal zijn. Daarin hebben we niet voorzien. Dat betekent dus op dat moment dat wij weer de portemonnee moeten gaan trekken en dat dan de boekwaarde met dat bedrag wat wij erin stoppen zal toenemen. En vervolgens zal het iedere keer weer dalen. Wat wij willen, omdat wij er eigenlijk zelf de middelen niet voor hebben op dat niveau te doen, een derde zoeken, dat kan een persoon zijn, dat mag een stichting zijn. Als Ommenaren zich verenigen in een stichting en voldoen aan de voorwaarden zoals hier genoemd zijn, dus ze zullen wat mee moeten nemen, maar het zou best kunnen dat onder de, de Ommenaren die wat op de bank hebben staan, laat ik maar zeggen, en die daar iets mee willen doen ten gunste van de samenleving in Ommen, ook voor de generaties in meervoud na ons, dan behoort dat tot de mogelijkheden. Maar wel onder de randvoorwaarden zoals ze hier zijn benoemd. Als u kijkt naar het rapport aan zich, dan kunnen wij met de opbrengsten van bijvoorbeeld incidentele houtkap het onderhoud, het reguliere onderhoud van het landgoed bekostigen. Wat wij niet kunnen bekostigen is het aanleggen van de lanen zoals ze waren. Het herstellen van de tuinen zoals ze ooit zijn geweest. Wat we niet kunnen is zorgen voor begrazing van het landgoed. Wat we niet kunnen is aanleggen van verharding voor bezoekers. Wat we ook niet kunnen, of niet ten volle kunnen, is het onderhouden van de waterpartijen en de grachten. Daar hebben we dus een derde voor nodig die wat meeneemt en daarvoor in ruil zeggenschap krijgt over het landgoed. Ten aanzien van de zittende huurders, ik weet dat in ieder geval met het eigenaar van de Zon bij herhaling gesproken is over hoe het zouden moeten aanvliegen en aankleden. Hij had zelf ook wel wat ideeën ten aanzien van die binnentuin. Hij wou daar wijnranken in gaan plaatsen. Nou, dan is dat niet direct de kwaliteit die ons voor ogen staat. Maar dat zouden we met een partner willen gaan bespreken, wat zij zien. En meneer Zandberg had daar een uitgesproken mening over. En meneer Zandberg was ook bereid om te gaan tot het vergoeden van 2 maal de taxatiewaarde. 2 maal de taxatiewaarde. Vandaar dat het hier genoemd wordt taxatie. We hebben nog niet laten taxeren. Tot 2 maal de taxatiewaarde. Om het op een niveau te brengen wat wel heel erg ambitieus was.
Maar zeker ten aanzien van de tuinen komt dat in de buurt bij het plan dat de gemeente voor ogen heeft, wat nog niet is uitgevoerd. Wat toen wij in contact kwamen met de heer Zandberg ook in de rustmodus is gezet. We kunnen daar op dit moment ook nog niet antwoord op geven van als we dat uit willen voeren zoals ons dat voor ogen staat met die aspecten die ik net heb benoemd, wat het dan precies gaat kosten. Dat moet nog uitgerekend worden, dat moet nog door het college. Op het moment dat we daar helderheid over hebben, wil ik met alle plezier u dat tegemoet laten komen. Maar dat hebben we toen in de pauzestand gezet. En u hebt kennis kunnen nemen van de visie van de heer Sandberg ten aanzien van zowel het gebouw als de rest van het landgoed. Ten aanzien van de boekwaarde en de worstwaarde heb ik aangegeven dat het is om aan te geven van in welke bandbreedte u het tenminste moet zoeken. Dat ten aanzien van de financiën. En dat hebben we in, en dan moet ik even kijken op welke bladzijde dat was. Ik kan het zo snel niet vinden, hebben we afgezet ten opzichte van de opbrengst. En dan ziet u dat wat wij aan klein onderhoud spenderen en wat we binnenkrijgen aan huurpenningen, dat dat nog maar net in evenwicht is. Als een van de huurders, met name de grote huurder van het horecagelegenheid, vandaag of morgen de huur opzegt, dan hebben wij gelijk al een dekkingsprobleem. Vandaar dat we een partner zoeken die met ons de visie deelt ten aanzien van het landgoed zoals het ons voor ogen staat, daarin ook wil investeren op basis van een meerjarig solide dekkingsplan. Dat is wat we vragen. Er werd gevraagd, kunnen er personen zijn, kunnen er zichten zijn? En iemand vroeg nog, is dat enkelvoud of meervoud? Ik kan u vertellen dat er verkennend, alleen nog maar verkennend, inmiddels met twee gegadigden is gesproken. Het zijn allebei stichtingen, maar van een totaal andere orde. Waarvan de eerste enige ervaring heeft met het beheren van een landgoed. Maar het was puur verkennend en we hebben ook de randvoorwaarden met deze gegadigden nog niet gedeeld. Voorzitter, ik weet niet of ik alles heb beantwoord, maar er gaan vanzelf wel vingers omhoog wanneer dat niet het geval mocht zijn. Wie meldt zich voor de tweede ronde? De heer De Jonge. Ja, voorzitter, eigenlijk een heldere antwoorden. Als ik moet concluderen, dan hoor ik van wie betaalt, die bepaalt. Want het moet minimaal, om de begroting dekkend te houden, het moet minimaal 323.000 euro opleveren. Want anders moeten we dat afschrijven en dat geld dat hebben we niet. Hoe meer er gegeven wordt, hoe meer zeggenschap. Dat is helder, voorzitter, maar ik had nog een vraag. Ik weet niet of ik hem in eerste termijn goed gesteld heb, maar ik had er wel schriftelijk gesteld en geen antwoord op gekregen. Maar misschien kan de wethouder van Financiën dat aangeven, van hoeveel geld is er al gespendeerd vanaf het moment dat de intenties waren om huis te laten verkopen, CQ onder te brengen in een stichting. Hoeveel ambtelijke kosten zijn daar gemaakt? En hoeveel kosten... Want eigenlijk sluit het ook wel een beetje aan bij wat de heer Bongers zegt. Want hoeveel kosten zijn we nog bereid, hè, zoals we hier ook aan deze kant van de tafel als raad zitten, om hier nog in te spenderen, voorzitter. Even kijken hoor. Ja, dit waren nog de laatste vragen. Mevrouw Makkega. Ja, voorzitter, ik heb een paar punten. Ik hoor de wethouder zeggen van dat ze ook ambtenaren indien ze dat willen, of via een vereniging of op een andere manier, mee kunnen doen in die stichting. En mijn vraag daarbij is van, wordt deze gedachte of mogelijkheid ook in het onderzoek in de verdere vervolg meegenomen? Dan zul je er ook iets aan bekendheid aan moeten geven, denk ik. Dus je zult er iets mee moeten doen, anders dan weten we dat niet in Ommen dat het kan. En ik schat in dat daar best nog wel eens gegadigden voor zou kunnen zijn. Ik begrijp uit uw reactie, uit de beantwoording, dat de zetvoorwaarden als totale zet moet zien. Nou, dat is wat wij als CDA inderdaad ook vinden. En vooral die zeggenschap van de gemeente, daarin vinden we een hele belangrijke. En een krachtige participant voor meerdere jaren. En tot slot, ik had nog een vraag gesteld over het proces. Hoe gaat het nu verder en de vervolgstappen? Dus daar zou ik nog graag een reactie op willen hebben. En wanneer is de inschatting dat we weer een terugrapportage kunnen krijgen? Wethouder Ter Kuurst. Voorzitter, dank u wel. Om met het laatste te beginnen. Het proces is als
de raadscommissie hiermee in kan stemmen. Dan gaan we in ieder geval de gesprek aan met de twee kandidaten die zich al gemeld hebben. Op basis van de voorwaarden zoals ze aangeschreven zijn. Met de aanvulling dat de gemeente ten alle tijde 51%, want dat heb ik wel geproefd, 51% van het zeggenschap moet hebben. Dan zullen we de gegadigden uit gaan nodigen voor een gesprek. We zullen aftasten hoe serieus het is. We zullen ook vragen of ze kunnen aantonen dat ze in ieder geval liquide middelen bezitten om te kunnen participeren in dit traject. En of ze hierin mee willen gaan, er zit nog één hiccup in. Want ik heb een aantal stakeholders, waaronder de vrienden van het LAAR, toegezegd dat ook zij geïnformeerd zullen worden over de te zetten stappen. Dus ik zal iedere keer twee stappen voorwaarts, één stap terug, om de vrienden van het LAAR mee te moeten nemen om te komen tot. En op het moment dat we enige zekerheid hebben, meld ik het u terug. Ik zou dan ook voorstellen om het gewoon op de LTA te laten zetten. Zodat we elkaar scherp houden dat het hier met regelmaat terugkomt. Om de stand van zaken met u te bespreken. Want ook ik word ouder en vergeetachtiger. Dat zeg ik nu op een moment. Ik kon het niet goed verstaan. En dat mag ook via de microfoon. Op een moment dat we met een van de partijen er bijna uit zijn. Kom ik bij u terug. Omdat ik vind dat u uiteindelijk het besluit dient te nemen. Of we onder de voorwaarden die gesteld worden het gaan aanvliegen. Ten aanzien van het aantal Ommenaren die wellicht geïnteresseerd zouden zijn als dat breed gedragen wordt, dan maken we dat ook bekend. Dat ook vanavond hier is vastgesteld dat we het op die manier gaan doen en dat ook Ommenaren die interesse hebben. En dan publiceren we ook de voorwaarden dat die daar aan mee kunnen doen en kunnen zich bij de heer Bruns kunnen zich melden. En dan ben ik graag bereid om daar gesprekken voor aan te gaan. Oh, de tweede ronde was eigenlijk al voorbij, meneer Bommers. Interruptie, nou vooruit. Laten we vooropstellen dat we absoluut geen tegenstander zijn, of beter zeggen, wel voorstander zijn van crowdfunding. Dat is op zich een prima middel. Maar om dat nu in de commissie als een besluit vast te leggen, dat gaat me toch net iets te snel, want het gaat ook om de voorwaarden en dergelijke. Dan moet het toch ook echt een raadsbesluit zijn met wat onderliggende voorwaarden, om daar een gefundeerd ja op te kunnen zeggen. Nou, crowdfunding, dat komt gewoon uit mensen zelf. Dus daar hoef je van tevoren geen voorwaarden voor vast te leggen. En dan, voorzitter, als ik verder mag gaan, dan heeft de heer De Jonge nog recht op een antwoord. Er is 300 uur gespandeerd. Maar het is een opdracht geweest van de raad. En die 300 uur, die zijn geboekt op de kostenpost gemeentelijk eigendommen, woningen, gebouwen, grond en landerijen. Voorzitter, dan ook even een interruptie. Die 300 uren, dat is dan maal 50 euro per uur, heb ik ergens anders gelezen. En dan toch nog even een vervolgvraag over die stichting. Hè? Want, geen vervolgvraag. Want als u dan, ik heb een interruptie, voorzitter. Ja, maar een interruptie is iets anders dan een vervolgvraag. Voorzitter, mag ik een interruptie plegen? Een interruptie mag, maar een vervolgvraag niet. Voorzitter, want het gaat over de stichting en ik ben heel nieuwsgierig van of er ook een mogelijkheid bestaat in ogen van de wethouder om een beheersstichting op te richten à la Ommer Molens. Dus in de richting van volledig eigendom van de gemeente en de beheersstichting die het exploiteert. We hebben afspraken met elkaar gemaakt over hoe we hier met elkaar omgaan en hoe we hier vragen stellen. Van dit is een vraag en geen interruptie, meneer De Jonge. Dus de vraag wordt niet beantwoord. Mevrouw Makkega. Een opmerking maken, een naleving van wat de heer Bommers zei over crowdfunding. Maar hij koppelde dat aan Ommenaren. Oké, dan heb ik je verkeerd begrepen. Ik dacht dat je dat daar aan koppelde. Sorry, heb ik het verkeerd. De vraag ligt voor of het college mandaat krijgt om gesprekken aan te gaan met potentiële gegadigden. Dit onder de randvoorwaarden. Wie is daarop tegen? Er zijn twee fracties tegen. En dan weet het college op basis van deze consultatie wat ze kan gaan doen. Dan sluit ik het agendapunt en gaan we over tot de rondvraag. Mevrouw Lagas. Dingetje aan. De fractie had nog twee vragen. De eerste is de vraag over de afrekening van de kosten van de zorg het afgelopen jaar. De pers die doet ons de mooiste dingen beloven dat we allemaal vreselijk veel overhouden.
En de vraag is eigenlijk aan het college, heeft portefeuillehouder al in beeld of dat voor Ommen ook geldt en of dat de dingen kan verlichten? Dat is vraag 1. Moet ik een tweede vraag meteen stellen of gaat het per vraag, voorzitter? Mijn vraag voor vraag toe. Oké. Okay. Wethouder Schelen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het is niet zo dat Ommen hier een miljoen aan verdient. Dat is 1. We hebben een voorlopige eerste uitkomst. En dat betekent dat wij op de jeugdzorg 2 ton sowieso tekort hebben. De definitieve cijfers zijn nog niet bekend. Op de WMO en de andere overigens wel zeg maar, een bedrag van ongeveer 6 ton over hebben. Dan zou je zeggen, goh, 4 ton, dat is prachtig. Dat is maar zeer beperkt zo. Want zeg maar, voor het komende jaar hebben we alweer een extra korting te accommoderen. Met andere woorden, doordat wij op tijd ons beleid scherp hebben gemaakt, zijn we in staat om uiteindelijk zeg maar de kortingen die het Rijk ons gaat opleggen komend jaar zeg maar, weg te werken. En dus kunnen wij heel voorzichtig, laat ik het heel voorzichtig doen, maar zoals nu lijkt zeg maar budgetair neutraal dit uitvoeren. Dat is het verhaal. Ik heb overigens ambtelijk gevraagd om maandag hebben we klankbordcommissie om dan even de cijfers netjes op een rij te zetten. En dan heeft u een meer precieze induiding. Het zijn overigens, voor de goede orde, het zijn natuurlijk wel voorlopige cijfers op basis van de meerjarige. De tweede vraag, mevrouw de Graas. De tweede vraag. In 2024 moeten alle daken asbestvrij zijn. Daar hebben we ook vaak wat over gelezen. Maar het blijkt dus ook voor woningen te gelden. Ook asbest wat in woningen verwerkt is. En vooral de woningen uit de periode 60, 70 en 80. Die zijn, ja, voor je ver, ik kunt zeggen, berucht over het gebruik van asbest. En het schijnt dat de gemeente daar ook een regie moet hebben om dat te gaan sturen. En onze vraag is eigenlijk, bent u daar al mee bezig? Is het voldoende, wordt er ook voldoende bekendheid aan gegeven aan eigenaren van woningen en woningbouwverenigingen? Welke rol pakt de gemeente daarin op? De wethouder van asbestdaken, wethouder Ter Keurst. Voorzitter, dank u wel. Oh, het is bekend dat Overijssel hier in een voortrekkersrol speelt, landelijk. Het is ook bekend, of het wordt voor ons zelf bekend te zijn, dat in Overijssel het gaat om 10 miljoen vierkante meter. Het gaat hoofdzakelijk om asbest wat blootgesteld wordt aan de buitenlucht. Het gaat niet zozeer aan asbest dat niet wordt blootgesteld, maar aan asbest dat werkelijk wordt blootgesteld aan de buitenlucht, wat ook verweerbaar bij de vezels los kunnen laten, et cetera, en bedreiging zijn voor de volksgezondheid. In het kader daarvan zijn we bezig met de nabuurgemeente en de provincie met het opstellen van een plan om het versneld te saneren. En ook het bedrijfsleven wordt hierin nauw bij betrokken. Ten aanzien van woningen moeten we nog een plan gaan opstellen. En we zitten daarbij te denken dat bewoners gaan faciliteren ten aanzien van het, waar het gaat om minder dan 35 vierkante meter asbestoppervlak, om dat gewoon weg te mogen brengen, zelf te mogen doen. Want boven de 35 vierkante meter moet een gecertificeerd bedrijf dat doen. Ten aanzien van de woningbouwvereniging moeten we ook nog een plan van aanpak maken, want we weten niet precies hoeveel asbesthoudende daken blootgesteld aan de buitenlucht het hier betreft. Ik stel voor dat we dit onderwerp ook toevoegen aan de LTA, om u periodiek op de hoogte te houden van de vorderingen, zowel ten aanzien van bedrijven, woningen, als zijn de woningcorporaties die woningen in eigendom hebben. Hiermee is de rondvraag ten einde en sluit ik de vergadering en we gaan om 9:05 verder.